Aanleiding steekpartij in gevangenis nog een raadsel. Steeds meer kleine dorpen zonder bankkantoor. Goedemiddag. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de dodelijke steekpartij in de gevangenis van Nieuwegein gisteravond. De melding komt aan het begin van de avond. Het is een incident tussen twee gedetineerden. Veel meer is nog steeds niet bekend. Meteen gaan er meerdere ambulances naartoe en ook een traumahelikopter. Maar het leven van de neergestoken gevangenen kan niet meer worden gered. Over wat er met de andere gedetineerden is gebeurd, wil justitie nog niets zeggen. Volgens de Bond van Wetsovertreders komt een steekpartij in een Nederlandse gevangenis niet vaak voor. Over het algemeen is de gevangenis wel erg streng met steekwapens die binnen worden gefabriceerd of van buiten naar binnen worden gesmokkeld. Dus als er enige aanleiding is om te denken dat er een steekwapen in een cel ligt, dan wordt over het algemeen het landelijk bijstandsteam opgeroepen en die gaan een celinspectie doen. In oktober vorig jaar was er ook een steekpartij in de gevangenis van Nieuwegein. Drie gevangenen gingen toen met elkaar op de vuist. Eén trok een mes en daarbij raakte één van de drie gewond. Straks meer hierover in U Vandaag. Steeds meer mensen in kleine dorpen klagen erover. Bankkantoren en pinautomaten die verdwijnen. Er wordt bezuinigd, we bankieren steeds meer op internet en met de smartphone. En het is ook nog eens een heel goed middel tegen plofkraken. Het weghalen van geldautomaten. Ja, dat ze verdwijnen, dat is dus wel logisch. Maar met name in kleinere plaatsen zorgt het ook voor ontevreden klanten. Na Werkhoven verdwijnt binnenkort ook dit Rabobank-filiaal in Linschoten. In de regio Utrechtse Waarden en omstreken zijn de afgelopen jaren al meerdere kantoren dichtgegaan. Het hoofdkantoor in Utrecht kondigde begin dit jaar een reorganisatie aan, waarbij alleen nog maar meer filialen zullen verdwijnen. Heel jammer. We wonen al in een dorp en gemeente moeten we aan de mond voor toe. En dan moeten we zo meteen ook nog eens naar een andere plaats voor je bankzaken. En dat vind ik gewoon jammer. Inwoners van Linschoten kunnen nog 2 maanden bij hun bank terecht. Vanaf 18 oktober is de vestiging voorgoed dicht. Het alternatief is deze servicebus, die in de kleine dorpen zonder bankfiliaal rijdt. Er zijn allerlei testen gaande dat je met je iPhone langs een kastje zwaait en dan heb je al betaald. Dat zijn toch wel ontwikkelingen die echt razendsnel gaan en waarvoor je straks geen fysiek kantoor meer nodig hebt. Nou, als er zometeen een mobiele pinautomaat komt, tegenwoordig met al die plofkraken, er moet van alles neergezet worden, er moeten palen voor de bank dat er geen plofkraak. En dan zet je een mobiele neer en die gaat op vaste tijden. Pietje denkt, hey, vaste tijd staat de pinautomaat, die zullen we eens even overvallen. Je vraagt er toch om op deze manier. De bus biedt niet dezelfde service als een bankkantoor, zoals dit in Linschoten. Geld storten, wisselen of een nieuwe bankpas ophalen kan alleen bij kantoren. Dus daarvoor moeten inwoners van Linschoten en andere kleine dorpen straks gaan reizen. De Rabobank is vooralsnog de enige bank die in onze provincie geldautomaten weghaalt en bankfilialen sluit. SNS, ABN AMRO en ING hebben geen plannen in die richting. De Utrechtse prostituees die nu bijna een week zonder werkplek zitten, eisen van de gemeente een schadevergoeding. In een brief schrijven ze dat het intrekken van de vergunning van exploitant Weegra misschien terecht is, maar dat dat niet het wegnemen van hun inkomen rechtvaardigt. Het geëiste bedrag kan oplopen tot 1 miljoen euro per maand. Het waterschap Vallei en Eem wil langs de Eem honderden bomen kappen. Dat is nodig om de dijk te verbeteren. Sommige bomen maken de dijk instabiel omdat ze gaten kunnen veroorzaken. Om de kap te compenseren worden op een andere plek in Amersfoort bomen en riet teruggeplant. In september komt er nog een informatieavond. Een autobrand in de Utrechtse Vogelenbuurt. Dit was vannacht rond 4:30 in de Valkstraat. Een paar studenten die er vlak naast wonen, die moesten even hun huis uit. Maar ze konden een uurtje later alweer naar binnen. Hoe de oudere BMW in brand is gevlogen, dat is nog niet bekend. Hij stond er al een tijdje en de eigenaar is waarschijnlijk op vakantie. Na de moord in een begeleid wonenhuis in Nieuwegein een half jaar geleden heeft de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht maatregelen genomen. Dat blijkt nu. In februari stak een vrouw een oudere medebewoner dood. Gisteren stond ze voor de rechter en werd er 5 jaar cel en tbs geëist. Ze heeft een persoonlijkheidsstoornis en ze was dronken. De stichting heeft een analyse gemaakt van het incident en die is voorgelegd aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die heeft vervolgens een aantal aanbevelingen gedaan. Het belangrijkste conclusie uit het onderzoek is eigenlijk dat wij hieruit naar boven halen dat wij op deze locatie waar mensen wonen met psychiatrische problematiek meer deskundigheid moeten zien te krijgen als het gaat om cliënten met uitzonderlijk veel alcoholgebruik. Ook op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen was er in het begeleid wonenhuis in Nieuwegein te weinig know-how. De inspectie vindt bovendien dat bekend moet zijn of bewoners in het verleden wel eens met justitie in aanraking zijn geweest.
De politie is nog steeds op zoek naar twee mannen die verantwoordelijk zijn voor een aantal brute straatroven in het Utrechtse Overvecht. Eind vorig jaar sloegen ze 3 keer toe op de winterboeidreef. In alle gevallen waren de slachtoffers jonge, fietsende vrouwen. Ze werden tegengehouden en vervolgens moesten ze onder de bedreiging van een mes hun bezittingen afgeven, waaronder hun pinpassen. Een van de twee ging dan pinnen, terwijl de andere bij de vrouwen bleef. Straks nog een keer aandacht voor deze zaak in een nieuwe bureau Hengeveld. Een nieuwe aflevering dus van ons opsporingsprogramma met Zagarko Broeren. Zagarko, wat zijn jouw andere zaken straks? Nou Maarten, we gaan het ook hebben over een gewapende overval op een tankstation in Soesterberg. Maandagmiddag was dat. 2 mannen, ze gingen er te voet weer vandoor richting Zeist. En we moeten ze uiteraard zien te vinden. In Renen zag een voorbijganger een jongen een tas weggooien, de bosjes in. En in die tas bleek hennep te zitten en een gasdrukpistool. Nou, we zijn uiteraard op zoek naar die jongen. En we hebben heel goed bewakingsbeeld van een man die staat te pinnen met een gestolen pas. Ik hoop weer op heel veel kijkers en natuurlijk nog veel meer tips. Dat hoop ik ook voor je, Zagarko. Ik heb ook nog een zaak die opgelost moet worden. Vincent van Miltenburg uit Nieuwegein is ten einde raad. 2 weken geleden gaat zijn broer op vakantie naar Spanje. En Vincent mag op Bo passen. Dat is het hondje van zijn broer, we zien hem hier al achter. Maar Vincent raakt de dwergpoedel al op dag 1 kwijt. Sindsdien heeft hij van alles geprobeerd. Flyeren, een advertentie in de krant, een speciale Facebookpagina. Tot nu toe is het allemaal zonder succes. Wie weet helpt een televisiereportage. Hier begint alle ellende voor Vincent. Op het tramstation in Nieuwegein-Zuid neemt Bo de benen. De tram kwam aangereden. Mijn zoons kwamen uit Utrecht. Ik wilde ze ophalen met de hond. En op het moment dat de deuren van de tram opengingen en de jongens en andere mensen uit de tram kwamen, schrok Bo ergens van. En vervolgens schoot ze weg via de trambaan en liep ze richting de Henri Dunantlaan. Daarna wordt de dwergpoedel nog gezien bij de Lekbrug bij Vianen, maar ze schrikt weer en rent de brug over. De hele nacht wordt er gezocht, maar Bo blijft spoorloos. Met lood in zijn schoenen belt Vincent zijn broer op om te vertellen dat hij zijn hond is kwijtgeraakt. Die schrok natuurlijk enorm. Het hondje is zeer geliefd bij hun. En ja, ook de kinderen die zijn erg aan Bo gehecht. Dat wil je eigenlijk nooit aan iemand vertellen. Vincent en zijn gezin laten het er niet bij zitten. Ze beginnen een flyeractie. Hij is bijna 3 jaar oud. Bo is zeg maar behoorlijk kort van haar. Vincent plaatst een advertentie in een huis-aan-huisblad, belt alle dierenklinieken en maakt een eigen Facebookpagina aan voor de vermiste Bo. Op deze pagina is het mogelijk om een flyer te downloaden. Eventueel, als je flyers thuis wil hebben, dan print ik ze uit en dan breng ik ze of stuur ik ze op. En op die manier proberen we de mensen zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang en de zoektocht van Bo. 2 weken geleden is het nu en het hok van Bo blijft leeg. Toch geeft Vincent de moed niet op. Hij blijft hoop houden dat ze nog ergens rondloopt. En wie weet leidt deze oproep wel tot de gouden tip. Dit is Bo, de dwergpoedel waar we op zoek naar zijn. Ze is 3 jaar oud. Ze heeft een abrikooskleurige vacht, krullend haar. Dus heeft u haar gezien? Neem alsjeblieft contact met ons op. We hopen haar snel terug te vinden. En wie Bo ziet, moet haar heel rustig benaderen en meteen contact opnemen met Vincent. Want ja, Bo kan dus nogal schrikachtig zijn. Het weer, tot besluit. Soms wat zon vanmiddag en kans op een spatje regen bij maximaal 23 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en dan koelt het af naar een graad of 16. Tot zover deze uitzending. Meer regionieuws kunt u vinden op onze site en op onze app. En om 5 uur dan zijn we er weer met een nieuwe Uur Vandaag. Heel graag tot dan. Fijne middag. Dag.